Hi Steenbok, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 12. En dat is van maandag 16 maart tot en met zondag 22 maart. En dan een kaartenschut om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het Steenbok alsof het een beetje een week is waarin je eigenlijk niet zo goed weet welke kant je nu op wil. Je gaat echt van hot naar her en je lijkt het niet helemaal de grote lijnen te kunnen gaan vinden. En op zich is dat ook helemaal niet erg. Het is niet altijd zo dat alles maar meteen helemaal duidelijk moet worden. Wel heb ik gewoon het gevoel dat er heel veel twijfel is. Van wat moet ik nu gaan doen? Welke kant moet ik nu op? Met wie moet ik nu dit gaan doen? En het lijkt gewoon alsof het je misschien wel wat te veel gaat worden. En het kan echt een soort keuzestress zijn. En ga gewoon door met wat je wil gaan doen. En op het moment dat je gewoon wel zeker weet wat je wilt gaan doen, ga je dat doen. En op het moment dat je twijfelt, zou ik zeggen van nou, maak het ook bespreekbaar misschien met de mensen om je heen. Met de situatie, op je werk. Het maakt allemaal niet zo heel veel uit. Geef gewoon aan dat je nog niet zo ver bent om die keuze te maken. En als je het toch gaat doen, neem gewoon even de tijd om er echt over na te denken. Want je lijkt gewoon heel wispelturig te zijn deze week. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.